En Zuid-Limburg ziet het normaal gezien zwart van het volk tijdens de paasvakantie door de start van het bloesemseizoen. Maar door de coronamaatregelen blijft het dit jaar uitzonderlijk rustig tussen de bloesems. En dat is de bedoeling. De politie voert verscherpte controles uit. Intussen heeft de stad Tongeren een app gelanceerd waarmee de liefhebbers die in hun kot moeten blijven toch kunnen genieten van de bloesems. Zo zou het er nu moeten uitzien tussen de Limburgse bloesems. Maar het is dit. Lege plantages en fietspaden. Dat moet ook, want iedereen moet in zijn kot blijven tijdens de coronacrisis. Om de mensen die niet in de buurt van Zuid-Limburg wonen toch mee te laten genieten van de bloesems, komt de stad Tongeren met een bloesem-app, genaamd Blossom Greetings. Het roept daarbij de hulp in van zijn inwoners. Bij het fietsen en het wandelen in uw buurt, maak een mooie foto of een mooi filmpje van de bloesems die je tegenkomt en load die op. In de app. Je kan de app gratis downloaden via de website van de stad Tongeren. Ann Christiaans benadrukt dat enkel mensen uit de buurt foto's mogen posten via de app. We vinden het heel belangrijk dat de mensen in hun kot blijven, maar in de buurt mag je gaan wandelen en mag je gaan fietsen. En waarom daarom niet nog een extraatje aan koppelen? Het stadsbestuur verwacht dat toch heel wat mensen van het mooie weer willen profiteren en naar de bloesems zullen afzakken. Daarom worden er dit jaar meer politieagenten ingeschakeld om controles uit te voeren tussen de bloesems. Er zullen meer ploegen op de baan zijn, ook per fiets en ook als motard, om er toch voor te zorgen dat de mensen alle coronamaatregelen goed naleven. Het is in hun eigen belang en het belang van de volksgezondheid.